Bossen, bloemen en felicitaties stroomden woensdag binnen bij Tourkoop reisbureau Vraneker. Het reisbureau is uitgeroepen tot provinciaal winnaar van de verkiezing reisbureau van het jaar 2009. Heel erg blij mee. Hoe word je zoiets? Nou, dat begint eigenlijk al in oktober, november. Dan moet je je daarvoor opgeven. Je hebt twee theorieronden, om het dan zomaar te zeggen. En dan komt er iemand jou daarna, hè, als je die rondes allemaal door bent, komt er iemand jouw bedrijf helemaal doorlichten. Daar nemen ze een hele ochtend of een hele middag de tijd voor. En daarna, als je daar dan weer door bent, dan moet je naar de landelijke jury, in dit geval bij Transavia in Amsterdam. Samen met de overige provinciale winnaars dinkt het Vraneker Reisbureau nu mee naar de landelijke titel, waarvan de winnaar op 20 april bekend wordt gemaakt. De verkiezing is een initiatief van vakblad Reisrevue en heeft als doel de kwaliteit in de branche te verbeteren. Reisbureau Vraneker werd voor deze competitie op een aantal fronten doorgelicht, zoals het assortimentsbeleid, de marketing, het bedrijfsresultaat. Het doen is eigenlijk jouw bedrijf helemaal zo helder mogelijk maken. En dat is bij ons is gewoon het speerpunt eigenlijk altijd al geweest. Het personeel, hoog niveau. We willen in ons klantenbestand de klanten zo goed mogelijk bedienen. En dat betekent dus gewoon dat we eigenlijk met elkaar de hele wereld gezien hebben. Zo kun je het stellen. Jullie gaan er geregeld op uit. Jullie weten wat jullie verkopen. Zeker weten. We gaan in ieder geval buiten onze vakanties gaan we twee keer per jaar met studiereis. En daarbuiten hebben we ook nog ongeveer twee keer per jaar de gidsenpresentaties. En we lopen nog naar cursussen door. Want ja, je moet elk jaar toch ook bijgespijkerd worden. Goedemorgen, Tourkoop Reisbureau Vraneker. U spreekt met Margriet. Jullie zijn aangesloten bij Tourkoop. Wat is dat voor organisatie? Dat is een organisatie van eigenaren van reisbureaus. En die zijn allemaal onafhankelijk. Het is dus niet zo van, nou, je moet een bepaald product direct verkopen. Dat willen we dus niet. We willen onafhankelijk blijven. Jullie zijn helemaal door de mangel gehaald, hè? De hele administratie is bekeken. Jullie hebben een mystery guest op bezoek gehad. Ja. Klopt, helemaal. We zijn als het ware helemaal, hoe moet je dat zeggen, bloot gegaan voor de jury. Ja. En nu verder? Nou, we zijn nu bij de 12 besten van Nederland, 12 provincies. Nu moeten we strijden voor van Nederland. En daar gaan we natuurlijk voor. Wanneer weten we meer? 20 april. Dan is er een galaavond en daar wordt bekendgemaakt wie het van Nederland wordt. Jullie zijn er wel klaar voor? Wij wel, kom erop.